Ik wil u graag het volgende vragen. Heeft u er bezwaar tegen om 's winters zelf de deur van de winkel open of dicht te doen? Ja, daar heb ik zeker bezwaar tegen, omdat ik het zelf niet kan. En niet alle winkels al zover zijn uitgerust dat ze automatische deuren hebben. Oké, dus daar pleit u in feite voor? Ja. En hoe gaat u meestal een winkel binnen? Nou, dan moet ik het aan een voorbijganger vragen. En dat is soms best wel lastig. En hoe reageren de voorbijgangers op uw vraag? Nou, de meeste mensen die willen het wel, maar ik merk vooral de jeugd heeft vaak oortjes in en dan horen ze het niet. Okay. Dus bent u dan aangewezen op de wat oudere mensen? Ja. Als de deuren nou gesloten zouden zijn, hoe maakt u dan kenbaar dat u een winkel binnen wilt? Nou, dat zal dan af en toe heel lastig zijn. Wat zou voor u een goede oplossing zijn? Dat er in ieder geval goed gezien kan worden door de winkelmedewerkers om de deur op te houden. Want ik kan me voorstellen dat u nu een afspraak maakt met een winkel en kenbaar maakt dan kom ik bij u in de winkel. Ja, dan moet dat al net kunnen bij die winkels. Sommige winkels kun je ook geen afspraak maken. Dus als ik u goed begrijp, bent u wel een klein beetje beperkt in uw mogelijkheden, los van het feit of de deuren open of dicht zijn. Ja. Nou, dan zitten we hier met ons goede gedrag. Zit u een vraag te stellen en die raakt kant nog wal, althans wat uw situatie betreft. Ja. Wat wilt u verder nog kwijt? Ik wil jullie in ieder geval nog veel succes wensen en ik hoop dat de winkels kunnen blijven bestaan door al deze ellende van de energieprijzen. Ja, want het geeft natuurlijk wel. Het is natuurlijk niet zo uitnodigend dat de winkeldeuren dan dicht blijven. Je moet ze zelf open en dicht doen. Maar het levert winkeliers natuurlijk ook een heleboel geld op. Ja, en ik denk als een deur open staat van een winkel, dat het sowieso meer klanditie oplevert. Ja. De consument maakt het helemaal niet uit, hè? Of de deur nou dicht is of open. Nee, en ik denk dat die deur open van de winkels nog niet zo erg is, maar dat de politiek is wat minder vliegreisjes moet maken met het vliegtuig, wat ze ook met de auto kunnen doen. Aha, hier spreekt iemand met kennis van zaken. Klopt. Ja. Vindt u dat het verplicht moet worden dat winkeliers hun deuren 's winters dicht houden? Nou, dat denk ik wel dat dat heel belangrijk is, maar ik vind dan maar dat de politiek de winkels daar maar in tegemoet moet komen, dat ze in ieder geval oplossingen bedenken voor mensen met een handicap. Nou is het best handig dat een winkelier de deuren dicht heeft en toch wil laten blijken dat zijn zaak of haar zaak open is. Daar zou hij misschien een hele goede slogan voor kunnen bedenken. Ja, dat zou best kunnen inderdaad. Wat zou in uw beleving een goede slogan zijn die winkeliers op hun deur kunnen plakken? We houden de deur dicht, maar weet dat u altijd welkom bent. Nou, dat is een mooie afsluiter. Hartelijk dank voor uw medewerking. Jullie ook bedankt.